van de Raad van de Tijd als fractievoorzitter. En sinds, als ik het goed geteld heb, 1989 lid van de Partij van de Arbeid, lid geworden in de tijd dat het slecht ging. Wim Kok verguist, voor Paars tot stand kwam. Ik heb een aantal krantenartikelen gelezen daarover. En dan krijg je de indruk alsof het inderdaad hooglopende discussie is. Maar het is vanavond gebleken dat dat eigenlijk helemaal niet zo is. Ik denk dat de krant toch een beetje uitvergroot heeft. Gelukkig zijn we het met als partij met elkaar eens. En gaan we volop de toekomst in. Daar ben ik blij mee. Kijk, wat er gebeurt is natuurlijk gewoon dat de Partij van de Arbeid een procedure heeft gehad. En in die procedure zijn naar buiten dingen gecommuniceerd. En is op een gegeven moment ook door LAS gereageerd. Zeker vanuit commotie, ook uit de stad zelf, zeg maar. Dat, wij hebben natuurlijk als partij een aantal criteria gesteld. En wat vandaag ook door de leden aangegeven werd, is dat een van de criteria Almelo was. Of willen gaan wonen in Almelo. Nou ja, en daar zijn een aantal partijen en een aantal mensen op aangehaakt. En hebben we daar vragen over gehad. En wat je net in de ledenvergadering ook zag, daar hebben leden ook vragen over gesteld. En die zijn zo goed als en zo kwaad als het ging beantwoord vandaag. U bent in principe niet bereid om naar Almelo te komen. En dat is eigenlijk het heetste hangijzer, begrijp ik. Dat was het in de krant, maar vanavond hier niet. Dit is natuurlijk wel een punt en dat begrijp ik ook. Ja, ik zit in mijn situatie dat ik niet kan verhuizen vanwege mijn echtgenote die echt aan haar werk gebonden is aan Deventer. Maar laten we wel wezen, het is een goede 20 minuten met de trein. Ik zal vooral met de trein reizen. Ik ben van deur tot deur nog geen half uur onderweg. En als je in A-dorp woont en hier komt werken, dan ben je weer een even lang onderweg. Dus je kunt heel veel aanwezig zijn, heel veel overal zijn. Je bent heel nabij. En dat vind ik het belangrijkste. Ik ben er nu een flink aantal keren geweest, wat mijn beeld van Almelo best wel heeft verdiept. Ik was hier wel vaker geweest, maar dan heb je toch een ander beeld, zoals je als bezoeker een stad leert kennen. Maar als je er een flink aantal keren bent op een gegeven moment, ja, dan weet je een aantal dingen zo te vinden, dan voel je dingen aan, dan wordt het al iets van jezelf. Net zoals als je een week in een andere vreemde stad, maar op een gegeven moment ken je die stad, dan loop je er zonder plattegrond en dan wordt het al een beetje van jezelf. Ik heb hier het gevoel dat ik die stad langzamerhand een beetje in mijn broekzak begint te krijgen. Nou, Jos Pier is een vriendelijke man. En heeft ook geschiedenis natuurlijk als Partij van de Arbeid man. Dus zijn verhaal sluit natuurlijk aan bij de idealen die de Partij van de Arbeid heeft. En bij de mensen die daar dus hierbij zitten. U komt in plaats van Anja Timmer. Dat zal voor ongeveer 2 jaar zijn als alles normaal verloopt. En daarna wellicht een nieuwe periode. Zou u dat ook ambiëren als de Partij van de Arbeid daar voldoende stemmen voor krijgt? Als de Partij van de Arbeid een wethouder mag leveren? Wilt u dat dan ook? Ja, dat is een wat-als vraag. En ik vind dat onrecht doen aan de kiezer. We weten dat er van alles aan de hand is. We weten ook dat er allerlei polls zijn die voor onze partij best moeilijk zijn. Laat eerst de kiezer maar aan het woord komen voordat wij gaan zeggen wat we allemaal willen. We moeten het eerst waarmaken. Deze komende 2 jaar zal ik me daar volop voor inzetten. Om te zorgen dat wij straks in maart 2018... en zo goed mogelijk resultaat halen, dan spreken we verder. Heeft u toch niet even gekriepeld van, had het wel graag gewild? Nou, laat ik heel duidelijk zijn. Ik heb vanaf het begin af aan ben ik er duidelijk over geweest dat ik kandidaat zou zijn. Dat ik kandidaat was, dat ik een brief geschreven had. En het enige wat ik gedaan heb is een brief geschreven en het niet geworden. En voor de rest, er is een hoop commotie ontstaan. Die commotie was niet mijn commotie. Nee. Ik heb enkel een brief geschreven en ben het niet geworden. Ja. Ja. En nu hebben we de 17e nog in de raad, is er nog een politiek debat. En in de 24e in de raad zal er nog een besluit genomen worden. Ja. Ja. Maar verwacht u problemen? Problemen verwacht ik nooit. Dus Jos Pieri gaat het gewoon worden? Ja, daar ga ik niet over, daar gaan de 35 raadsleden over. Nou, over 2 weken weten we meer. Heb u er zin in? Ja, dit was natuurlijk met alle stukken in de krant niet al te makkelijk. Maar ik heb er wel heel veel zin in, want ik merk hier dat we met elkaar heel veel positieve energie hebben. Dat er heel veel wil is om met de PvdA de schouders onder deze start te zetten. En ik heb ongelooflijk veel leuke mensen leren kennen. Binnen de PvdA, maar inmiddels ook op straat, bij bedrijven waar ik geweest ben. Allemaal mensen die je aanspreken, die je kop uit de krant kennen. Eigenlijk ontzettend leuk. Dus ik heb er heel veel zin in.